Het is echt mooi, hoor. Heel erg mooi. Ja. We gaan naar Zeeuws-Vlaanderen. We gaan namelijk naar natuurgebied het Zwin. Het is deze week de week van de Zwinstreek. En daar hebben ze nu een speciale fietstocht waar je met VR-brillen kan kijken hoe het er daar vroeger uitzag en hoe de verdwenen Zwinhavens eruit zagen. Nou, dat doe ik deze keer niet alleen. Dat doe ik met collega Lianne. En die gaan we nu ophalen. Daar is ze dan. Let's go. Het Zwin is een natuurgebied op de grens van België en Nederland. Het Nederlandse deel ligt vlakbij Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen. Het gebied bestaat uit duinen, een grote slufter en strand. Een slufter is een strandvlakte achter de duinen die in open verbinding staat met de zee. Bij vloed stroomt het water hier het land binnen. Het grootste gedeelte van natuurgebied het Zwin ligt in België. Hier is een informatiecentrum met exposities en een interactieve tentoonstelling. Anke neemt ons vandaag mee op pad. Ga je nu mee? Ja, ja, let's go! Nou, mijn naam is Anke, ik werk bij IVN Natuureducatie en we staan hier in het kader van de Week van de Zwinstreek die wij in opdracht van de partners van de Zwinregio mogen organiseren. Wij gaan vandaag iets heel leuks doen, Steffen. We gaan namelijk straks naar de tentoonstelling van de verdwenen Zwinhavens waar we alles gaan leren over de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. We gaan fietsen door het gebied en we gaan langs VR-kijkers waar we kunnen zien ja, hoe die geschiedenis hier eigenlijk heeft afgespeeld en wat je daar vandaag de dag nog terug van kan zien. We gaan door het Zwin Natuurpark onder leiding van een gids en we sluiten af bij de expositie, de vaste expositie van het Zwin Natuurpark. Ja. Lian, een droomdag toch? Ik kan niet wachten. Laten we gaan. Ja. Bij de expositie over de verdwenen Zwinhavens. En wat je nu misschien vandaag de dag niet meer direct ziet in het landschap, is dat hier eigenlijk echt een gouden geschiedenis ligt aan havensteden. Vroeger was de Zwingul eigenlijk een zeearm van de Schelde die zo het land inliep. En in de middeleeuwen was het zo, daar waar havens waren, daar was welvaart. En zodoende waren dus eigenlijk de havensteden langs de Zwingul waren een van de welvarendste van Europa destijds. En hier kun je zien eigenlijk hoe de evolutie van het landschap door de jaren heen is verlopen. Rond het begin van onze jaartelling drong de zee dus nog ver het land binnen. Er ontstond een binnenzee met een uitgebreid stelsel van geulen en kreken. In de 13e en 14e eeuw was het Zwin een belangrijke vaarweg naar Brugge. Die verzandde in de loop der tijd en werd uiteindelijk onbevaarbaar. Het is echt mooi, hoor. Heel erg mooi. Ja. We schakelen even over op de handheld, want we gaan namelijk een stuk op de fiets. We gaan naar Sluis, want daar staan speciale VR-kijkers waar je kan kijken hoe Sluis er vroeger uitzag. Lianne is al bezig hier achter mij, dus we gaan.